Yo mensen van een gamekanaal en Chefke Gaming. We zijn terug in Guild Wars 2. Zoals jullie kunnen zien, het is nog steeds een kut FPS. Dus flink traag. Maar dat ligt niet aan mijn PC. Dat ligt letterlijk aan de game zelf. Want dit is een stresstest. Ofwel, ze stressen de server uit. En ja, je ziet hem al te spelen. Alles staat nou ook op high. Even kijken, hier, best appearance. Kijk maar, wait for V-Sync, misschien helpt dat ook nog. Nee, het doet niks voor speciaals, dus ja. Ja, het maakt het spel een beetje buggy, maar goed. We gaan een beetje verder lopen. Ja, natuurlijk. Maar ik denk toch dat ik even de V-Sync uitzet. Het spel is nog steeds CPU gebonden. Maar al heb je een octa-core net als mij, dat maakt geen ene sodemieter uit, want het is nog steeds traag. Wat is dat? Fallen ally, fallen ally. Misschien moet ik daar maar eens naartoe gaan. Dus we zitten nu in de stresstest, ja. We gaan verder. Hij doet sowieso beter dan dat hij deed bij de eerste beta-event. Maar ja, ik heb ook een hele nieuwe rig gekregen. Ik ga niet naar de Wrecking Yard. Dus, kijk. De weapon parts zijn stolen. Ja, dat maakt me ook niks uit. Tar Elementals. Ho! We zijn hier een beetje heel veel gespant, maar dat maakt niet uit. Dan kan ik tenminste even lekker attacken. En dan kan ik ook even flink... Oh, fuck! Fuck! Wow! Dat was geen fucking slim idee. Dat was geen slim idee. Gewoon totaal niet. Kijk maar. Kut. Ja, daar naartoe. Dat was gewoon geen slim idee om te doen daar. Dat was echt gekke werk. Oeh. Kom op, attack me dan. What the fuck? Wat attackt mij? What the fuck attackt mij? The fuck? Maar goed, daar ga ik dus niet meer heen. Flikker maar op. Het is iets te veel chaos naar mijn doen. Dus we gaan maar verder naar die ene... Tar Elementals Remaining. Daar zijn de Tar Elementals. Die moet ik gaan aanvallen dus. Mooi. Hey, niet mij zo attacken, niet mij zo attacken. Light hem. Commentaar element hoor. Nee, wat de... What the fuck? Het gebeurt de hele tijd. Want ik heb het daily... Want ik heb het daily event gedaan. Hoeveel geld heb ik nog? Oh. Mooi. Dan gaan we deze mensen even attacken. Want ik wil wel level up komen natuurlijk. Snappen jullie wel? Laten we misschien een beetje verder met mijn andere quest. Tuurlijk, het lijkt zo erg dat ik er nog geen eens iets van kan zien. Oké, dat hebben we gedaan. Dus ik heb... ja, die kan ik denk ik nog niet doen. Oeh, daar zijn veel fallen allies.
Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Protect the weapon parts against the flame legion. Waarom heb ik een gevoel dat als ik daaraan ga beginnen dat het echt gewoon niet goed gaat komen? Oh. Got a weapon? The flame legion is attacking the wrecking yard. Drive them off. Oké, dan gaan we dat toch dat doen. Revive. Is wel relaxed waar je gewoon mensen kan reviven. Scar Stripe Jaw. Holy fuck. Vijf flame yards. Flame legions remaining. Maar waar? Waar de fuck zijn die dan? Voor alles en iedereen dat je dus revived, krijg je ook XP. Nice. Dan ga ik dat gewoon eens even doen. Zoveel doden. Dit is echt... Barrel of weapon parts. Is ook niet echt iets. Wat was set? Oké. Daar zit ook niet echt iets. Deze moet ik ook openzetten. Wat is er dan met die barrel of weapon parts? Examine. Leave. Dan kan ik dan toch ook niks mee. Wow, level up door een rat te killen. Wat? Oké, ik ben dus level up. Hoe ging ik nou ook weer naar mijn skills shit ding? Oeh, mijn armor is een beetje... Dat is de map. Rust ooze. Ga lekker dood. Maar ik moet nog wel even kijken van hoe en wat ik ga doen. Hier. Pile of gear. Oh wacht, misschien moet ik right klikken op die shit. Oh nee. Move out. Woehoe. Oké, dat heb ik dus ook al gedaan. Ik heb bijna alles hier al een keertje gecomplete. Oh, weapon swapping heb je ook. Nice. Oké, dan gaan we nou eens even interface gaan we nou eens even de interface bekijken. Mijn backpack. Chainmail, armor class in je. Ja, ey. Dual hatchet, die heb ik ook niet echt veel aan. De leatherback is ook niet veel. Dan gaan we naar. Nee. De controls, even kijken hoor. Even kijken, hoe open ik dingen? Open guild, context, commerce, access, options. Heroes. Oh. Ah. Dat is dus de hero. Skills. Hoe open ik skills? Met J dacht ik. Of met H? Nee.
Nee, ook niet met S. Dan gaan we weer even kijken, want ja, het is echt lang geleden dat ik dit gewoon echt heb gespeeld. De normale Guild Wars ook trouwens. Oh. Open skills. Hey, je kan ook dodge. Maar dat is met double tap, dacht ik toch? Ja, zie je? Even kijken. Ik ben level 5. What the fuck? Level 10, level 20. Oh. Zijn dit de enige skills die je leert, of waar? Ik mag het hopen van niet voor ze. Er is er ook geen ene klap aan, hè? Maar goed, ik ga even mijn eigen doorlevelen tot level 5-6, denk ik. Dat is makkelijk zo wat ik kan doen. Hey, stomme worm, niet doen. Hey, Mystic Chest. Heb ik wel een mystic key voor nodig om hem te openen? We have to devour eggs. Hurry, and you can help. Ja, het naait hem mee, devour eggs. Wie zegt dat ik dat wil hebben? Hier zit genoeg. Hier zitten genoeg vijanden om even zoet mee te zijn. Mooi. Ah, Broken Claw. Heb ik toch helemaal geen ene drol aan? Kom op. Oké, ah, 5 gold, 5 koppen. Ah. Hij zat er beter dan ik, zei. Hey, slash steal devourers. En ze kunnen paralyzing venom doen. Hou ik niet van, maar goed. Hey, koppig. Mind die shit. Geen gathering tools. Fuck jou. Hoezo kan ik die niet gebruiken? En waarom zijn hun allemaal zo sterk? New event nearby. Maar ik wil helemaal geen The Power Axe ding shit. Hij is steen. Een steen, een fucking steen. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk best wel lekker. Wat kan ik met die steen doen? Kan ik die gooien? Zo. Kan ik die steen gooien of hoe? Oké, zo te merken kan ik die steen gooien. Nou, dat is mooi. Ik ben een wormslayer. Awesome. Ja, ik moet wat om te levelen. Maar goed, deze serie, deze aflevering komt weer zoals gewoonlijk op mijn kanaal. Waarschijnlijk als eerste op mijn kanaal en daarna ook op het gamekanaal. Wanneer deze op het gamekanaal verschijnt, dat moet je niet mij vragen, dat weet ik echt niet. Maar goed, ja, ik hoef de rest niet, ik hoef echt alleen maar kom hier jij. Eat my skill, biatch. Oh jee. Hier. Kijk, mooi. Gold. Woehoe, beter dan dat het was. Nice.
Dan zijn hier geen mobs. Dan is er geen zak aan. Maar goed, ik record nou met 16 fps. Ja, 15, maar goed. Dat maakt niet uit. Het is beter dan helemaal niets.